Ja, het is echt zo erg. En sterker nog, we gaan, als het zo doorgaat, binnen 2 jaar over de 1,5 miljard. Dus ja, we moeten echt nog een tandje bijzetten om dat in goede banen te leiden en de infrastructuur aan te passen op de behoeften. Hoewel Mullig probeert zoveel mogelijk files te mijden, door bijvoorbeeld ruim voor de ochtendspits te vertrekken, moet er altijd met vertraging rekening worden gehouden. Dat betekent dat we inefficiënt moeten plannen om rek in de planning te houden. Dat we niet te laat bij de supermarkt komen en bij de klanten. Aan de andere kant houdt het ook in dat we gewoon stilstaan. En met ruim 300 vrachtwagens op de weg voelen ze het in Holte flink in de portemonnee. Maar hoeveel het jaarlijks exact kost, dat weten ze niet. Dat het bij Müller om honderdduizenden euro's zal gaan, dat is een ding wat zeker is. En die zullen we dus uiteindelijk in onze prijzen moeten doorberekenen. En gaat de consument het uiteindelijk betalen. Dus ja, met z'n allen betalen we het uiteindelijk. Müller verwacht dat het probleem de komende jaren alleen maar groter wordt. Zoeken naar alternatief vervoerders. Over spoor bijvoorbeeld, of over water. Maar ook vinden ze bij het Holtense bedrijf dat er flink in asfalt geïnvesteerd moet worden. De komende 10, 20 jaar gaat de behoefte aan vrachtverkeer in heel Europa nog heel sterk stijgen. En daar gaan de al genoemde spoor en binnenvaart niet alleen voor een rekening nemen. Dus het wegvervoer zal nog meer moeten gaan doen om iedereen van zijn levensmiddelen en van zijn bouwmarktproducten te kunnen voorzien.